Goedenavond. Koning Winter is nog steeds niet van de sportvelden verdreven. En dus werden de voetbalwedstrijden verplaatst naar kunstgrasvelden of gingen ze helemaal niet door. GVVV heeft een hoofdveld van kunstgras, dus kon de topper tegen Katwijk gewoon doorgaan zoals gepland. En Katwijk deed goede zaken afgelopen zaterdag door met 1-2 te winnen. Wel onder koude omstandigheden die meer passen bij het marathonschaatsen, maar dat seizoen is inmiddels weer afgelopen. Seizoen waarin beide broers Zwitser weer herenigd werden in één schaatsploeg. Maar het is nog onzeker of dat volgend seizoen weer zo is. Want de sponsor heeft zich teruggetrokken en dus bestaat het team Husqvarna Gardena niet meer. Ralf Zwitser, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe nu verder? Ja, rustig afwachten tot er een nieuwe sponsor zich meldt. Of een andere ploeg die interesse heeft. Ja. Hoe is het nieuws ingeslagen? Ja, je moet zeggen als een bom natuurlijk, maar je ziet het misschien altijd wel een klein beetje aankomen. En ja, economisch gaat het natuurlijk ook niet heel erg goed in Nederland. Dus ja, je moet blij zijn met alles wat een sponsor wil doen. Dus ja, het is jammer. Betekent dit het einde van het schaats, van de schaatscarrière? Voor jou of niet? Het zou zomaar heel goed kunnen. Al. Ja, zou ik het vreselijk jammer vinden. Ik ben er persoonlijk nog niet klaar mee, laat ik het zo doen. Onder een paar jaar door. Nou, praat straks verder. Ook voor je verwachtingen toch voor komend seizoen. Straks meer dus over de schaatstoekomst. Maar eerst gaan we naar de basketbaldames van Grasshoppers. Er zijn nog 4 wedstrijden te gaan in het reguliere seizoen in de Eredivisie. Stuk voor stuk belangrijke wedstrijden voor Grasshoppers in de race om de 4e plaats. En die geeft recht op deelname aan de play-offs. Dus moest er gewonnen worden tegen de nummer laatst Den Helder. En dat kan bewees de wedstrijd in Den Helder, die won Grasshoppers. Toen met nummer 10, center Soraya Visser bij Den Helder. Die is er vandaag niet bij. Zij wordt vervangen door Marloes Roetgerink. Terug in de selectie gehaald. 61 interlands en 35 jaar. Nog geen 16 jaar is Asa Kantebeen aan de kant van Grasshoppers, de nummer 4. Zij vervangt Marloes Nieuwveen, want die is ziek. En dus kun je zeggen dat Grasshoppers gehavend begint aan de wedstrijd tegen de nummer laatst uit de Eredivisie. Menu van Adel. Zet aanval op naar Sonja Kuit en die scoort op de sisters van Adel, van wie veel verwacht wordt. Zij moet het gaan doen vanavond bij afwezigheid van Marloes Nieuwveen. Hier is het antwoord van de bezoekers. Den Helder nummer 6, 3-punter voor Marianne van der Hoek. Maar Grasshoppers laat zich niet gek maken. Beseft dat het om deze wedstrijd gaat in plaats van voor de play-offs aan het einde van het seizoen. Sonja Kuit naar Kinu Kambier, Eline Kraaienoord. Naar wie? Oh, daar is de interceptie van de nummer 11 van Den Helder, Maaike Klein. Komt de bal terecht bij Randall van der Lee. En weer terug bij Maaike Klein, die heeft een mooie actie naar de nummer 12. De score is van Temlin de Groot. Eigenlijk is de score ook een beetje op naam van de nummer 11, dus Maaike Klein. Zo wordt er over en weer gescoord en is best een aardig begin. Kuit. Van Adel. Waarheen? Naar Rianne Filippo en haar de 3-punter. Mooie score van Rianne Filippo, maar het is ook de enige score van haar van de avond. Niks aan de hand dus. Maar in de tweede periode gaat het mis. Hier bijvoorbeeld. Een loopfout. In ieder geval Boom ziet dat het de verkeerde kant op gaat met zijn team. Snelle aanval van Den Helder. Met daar Randall van der Lee, mooie score. Ze speelde ooit bij Grasshoppers, maar nu dus komt ze uit voor Den Helder en ze scoort. Den Helder stoort ook vroeg in de aanval van Grasshoppers, maar Grasshoppers komt er toch uit. Bal komt terecht bij Eline Kraaienoord, Corine Manuputi. Oh, en daar is weer de steal. Van Den Helder en dus geen score. Den Helder dat ook fel is onder de basket. En dat doorgaat Den Helder. Met hier de nummer 10. En ja, Maaike Klein natuurlijk weer. Zij scoort uitblinkster aan de kant van Den Helder. Scoort maar liefst 23 punten in die wedstrijd. Is daarmee topscorer van het veld. Daarna de nummer 10. Marloes Roetgerink, 35 jaar dus. Ze was eigenlijk al niet meer opgenomen in de selectie. Maar weer teruggehaald door de coach van Den Helder. En dus scoort Den Helder 23 punten in de tweede periode. En Grasshoppers maar 8. En gaat het lastig worden na rust. De aanwijzingen zijn van coach Ivo Boom. Derde periode. Den Helder in de aanval.
Grasshoppers verdedigt nu wel goed. Want daar scoort Maaike Klein niet. En kan Grasshoppers overnemen. Via Kuit. Komt de bal bij Cambier. Eline Kraaienoord. En dat? Nee, mislukt. Maar de steal is terug. En daar Nathalie van Adel. Zij moet het doen dus vanavond. En ze doet het ook. De meeste punten van de kant van Grasshoppers komen van haar kant, van Adel. En daar is ze weer. Oh, maar daar is Maaike Klein, de nummer 11 weer van Den Helder met de steal en de score. Topschutter dus van de avond. En zo loopt Grasshoppers wel weer wat in, maar komt het niet langs zij. Onder andere dus door deze score van Maaike Klein. En daar Den Helder weer. Die zit er niet in. Stil is voor Kuit. In de slotfase, het wordt nog wel enigszins spannend. Want Grasshoppers scoort 7 punten meer in die laatste periode. Maar het verschil blijft steken op een paar punten. 4 uiteindelijk, 66 tegen 62. Ook na deze 3 punten van Eline Kraaienoord. Grasshoppers verliest dus, teleurstellend, van Den Helder. Je kwam na de rust vooral goed uit de startblok, maar daarna zag het erin. Hoe is dat te verklaren? Ja, omdat we dan gewoon weer een bepaalde afspraken niet nakomen. We geven veel druk, we gaan op een gegeven moment in de zone. En dan, ja, dan pakken ze een paar aanvallende rebounds, scoren ze een paar keer. En dan loop je eigenlijk meteen weer snel achter de feiten aan. En dan zie je dat als we daar punten weggeven, dat we in de aanval ook weer moeilijke dingen gaan doen. En ja, we maken gewoon veel denkfouten tijdens zo'n wedstrijd. Ook aan het eind van de wedstrijd heb je gewoon kansen om hem, denk gewoon nog te winnen. En maak ook gewoon zelf denkfouten. Ja, dan laat je hem gewoon lopen. Ja, weet je, wij moesten er gewoon 4 winnen. En we hebben nu 1 verloren van het slechtste team uit de competitie. Ja, ik heb geen flauw idee, maar hier word ik niet heel blij van. Dus ik weet het niet. Weet je, misschien hebben we nog een kans, misschien niet. Maar als we zo spelen, dan hebben we ook niet zoveel te zoeken, denk ik. Je mist vandaag Marloes Nieuw van. Is dat een van de belangrijke factoren van dit verlies vanavond? Nou, het gaat mij te ver om het aan Marloes op te hangen. Weet je, dat Marloes er niet is en dat die meiden best wel geknokt hebben. Maar ja, Marloes is wel iemand die... Marloes Roetgering is best wel een gelouterde ex-international. Ja, die maakt toch wel belangrijke passes of scores. En Marloes kan daar wel beter tegen spelen. Ik denk, nu verlies je met 4, ja, dan kan je denken van ja, Marloes is toch altijd wel goed voor een punt of 10 of zo. En houdt ook wel tegen. Maar ja, goed, ziek is ziek. Ja. Teleurgesteld Ivo Boom dus afgelopen zaterdag. Het goede nieuws is dat Lek Detek afgelopen zaterdag ook verloor. Komende 2 wedstrijden tegen CTO en Lek Detek zijn daarmee cruciaal voor plaatsing voor de play-offs. Door nu met de voetbaluitslagen van afgelopen zaterdag. Katwijk in de topklasse won 3 heel belangrijke punten en staat nu 8 punten los van GVVV. Die club heeft nog wel een wedstrijd te goed. Door deze overwinning heeft Katwijk ook de tweede periodetitel behaald. En de club mag daarmee volgend seizoen in 1 keer doorstromen naar de tweede ronde in de grote KNVB-beker. Rijnsburgse Boys kwam niet in actie door de Vorst en datzelfde geldt voor Quick Boys. Rijnvogels week uit naar het kunstgrasveld en won van Vitesse Delft. De equipe van Hein van Heek is nog steeds in achtervolging op de koploper in de eerste klasse B. Dat is Delta Sport. En in de tweede klasse C eindigde Valken 68 de wedstrijd doelpuntloos. Valken blijft middenmotor en heeft eigenlijk niet veel meer te winnen of te verliezen dit seizoen. Afgelopen week werd bekend dat het marathonschaatsteam Husqvarna-Gardena ophoudt te bestaan. En dus zit Ralf Zwitser zonder ploeg. En dat is niet voor het eerst in zijn carrière. In het seizoen 2006-2007 kwam hij uit voor de DSB-bankploeg. Ralf, nogmaals welkom. Ja. Is dat een soort déjà vu gevoel? Nee, kijk, weet je, je hebt een contract. En afgelopen jaar hebben we een contract voor 2 jaar gehad of voor 1 jaar gehad. En als je bij de onderhandelingen weet je meestal wel een beetje van wat een sponsor doet, ja of nee. En Husqvarna bekijkt het echt gewoon van jaar tot jaar, dus daar was ook verder helemaal geen zekerheid over. En als je dan in de loop van het jaar eigenlijk weinig mensen van Husqvarna langs de kant ziet bij wedstrijden, dan kan het best wel eens voorkomen dat ze zeggen, we stoppen ermee. Ja, dus dat voel je wel een beetje aankomen? Ja, aan de ene kant wel, ja. Ja, tuurlijk, het is jammer. Het was een goede sponsor en ook gewoon een nette sponsor die erg enthousiast was, ook over afgelopen jaar nog. Er waren de uitslagen niet dusdanig dat je zegt van joh, we stonden elke week op podium, maar we waren wel genoeg in beeld geweest om genoeg publiciteit te pakken. Heeft dat ermee te maken, denk je? Een relatief slecht seizoen? Nee, dat denk ik niet.
Nee, zij kijken puur echt naar van joh, hoeveel geld stoppen we erin en hoeveel publiciteit krijgen we ervoor terug. En als ze met het NK Natuurreis in Nederland hebben we toch best wel veel in beeld geweest en veel publiciteit kunnen pakken. Mede ook door dat we Erben Wennemars op het laatste moment hebben aangetrokken. Dat was best wel nog een publiciteitsstunt. Ja, die mogelijkheden moeten dan op dat moment ook nog zijn en dat lukt ook allemaal. Mm-hmm. Ja, dus daar waren ze ook heel erg blij mee. Dus ja, dan denk je toch veel, ze gaan er wel een jaartje door, maar helaas. Maar dit is wel het ergste wat een sportman kan gebeuren. Ja, maar kijk, ja, ik rijd nu 12. Ja, ik rijd nu 12 jaar in de ronde en ik heb 6 of 7 ploegen gehad. En soms ga je uit elkaar omdat het niet botert of wat dan ook. Of je moet weg omdat ze een andere beslissing hebben gemaakt. Ja, en er bestaat ook een kans dat een sponsor stopt. Maar goed, je hebt 13, 14 ploegen in het peloton rondrijden. Dus er is altijd nog ergens een plekje om terecht te komen. Ja, heb je snel contact gezocht met Jens, je broer, in hetzelfde team? Ja, tuurlijk. Zit je ook zonder werkgever? Ja, tuurlijk. Kijk, ik rijd 12 jaar bij de A's en we hebben 6 jaar met elkaar gereden en 6 jaar zonder elkaar. En je rijdt dan toch wel in hetzelfde peloton. Dus ja, het maakt mij niet uit of we nou met elkaar of zonder elkaar zitten. Maar goed, met elkaar heb je wel wat meer contact met elkaar. Ja, en natuurlijk, je belt elkaar even van, ja, joh, jammer. En wat gaan we doen? Of wat doe jij? Of wat doe ik? Nee, je bent er nog wel relatief rustig onder, eigenlijk. Ja, maar ja. Je kan niks anders zeggen. Nee, je kan wel in de stress schieten, maar dan wordt iedereen zenuwachtig. En dat is ook niks. Nee. Maar voel je het wel een beetje zo, eigenlijk? Gestrest? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, ja, ik ben nu 31 en ik wil echt nog wel een paar jaar door. En ik denk ook dat dat wel kan. Maar goed, ja... Er komt binnen nu of 2 weken wel een ploeg voorbij en dan is het al klaar, denk ik. Ja? Dan gaan we lekker door. Ja, tuurlijk. En dat, eigenlijk weet je dus meer, als je dat zegt. Nee, ja, kijk, er zijn 13, 14 ploegen. En, zijn er plekjes uitgevallen of vrijgevallen? Ja, nou, de laatste 2, 3 weken zijn er wat verschuivingen hier en daar. Dan gaat er een van die ploeg naar die ploeg. En dat hou je een beetje in de gaten. En ja, goed, je praat wel eens met elkaar en dan... Wat is de grote kans dan? Bij welke ploeg je terecht komt? Dat weet ik nog niet. Nou, dat weet je wel, wil je niet zeggen waarschijnlijk. Nee, ja, nee, kijk, ja, tuurlijk, je hebt wel wat contacten, maar daar kan ik gewoon echt nog niks over zeggen. Dat zou ook niet netjes zijn. Dus we wachten. En is het zo dat je dan blij bent dat je überhaupt bij een ploeg terecht komt? Of kijk je ook nog, is het een ploeg waar ik bij wil zitten? En mijn type ploeg? Oh, daar kijk ik zeker naar. Ja, zeker. Nee, het is gaat niet zomaar ergens. Nee, het is niet dat ik zomaar zeg van nou, de eerste beste die komt, die zeg ik even ja tegen, want ik wil schaatsen. Het moet echt wel, er moet een klik zijn. Ja, en je hoeft ook niet per se met Jens, dus? Nee, oh, helemaal niet. Nee, kijk, het is leuk dat we bij elkaar rijden en kijk, voor tv is het leuk voor de beelden en dat soort dingen, maar als we... We rijden toch in hetzelfde peloton en als ik Jens zie schaatsen en ik kijk hem aan en hij kijkt mij aan, dan weten we genoeg. Ja, en of dat komt nou... weer een aanval. Ja, nee, maar of dat nou in hetzelfde pak is of in een verschillend pak, dat maakt dus helemaal niet uit. Nee. Dus ja, goed, die zal elkaar wat minder, weet wat minder over de tactiek van de ander als die bij een andere ploeg rijdt. Maar goed, ja, dat is het spelletje. Dus, ja. Over 2 weken dus misschien wel meer nieuws, maar ja. Hoe groot is de kans? Tussen 0 en 100% dat je volgend jaar gewoon weer in... Schaats... Ja, dat is toch gewoon 90%? Ja? Natuurlijk. Ja, ja, oké, nou, dan houden we je daaraan. Afgelopen seizoen was niet heel succesvol, hè? Nee, ja, we kunnen wel zeggen dat het slechtste seizoen was in de 12 jaar dat ik in de Eredivisie eigenlijk rijd, zeg maar. Alleen daarom moet je doorgaan? Ja, nou ja, kijk, weet je, er zit altijd wel een seizoen tussen dat het gewoon niet gaat. En ik heb best wel wat pech gehad, ook een botje in mijn hand gebroken. En dan ben je er ook weer 4 weken uit en dan moet je weer op gang schieten. Dus... Ja, een beetje pech. Dat was in november, hè? Dat was in november. Nou, vlak voor de kerst ging het gips eraf. Ja, goed, dan heb ik 4 weken echt snoeihard getraind om nog een beetje voor natuurreis in vorm te komen. Ja, en vervolgens op natuurreis best wel veel pech. Ja, want dus, ja. NK natuurreis kwam eraan. Ja. En ja, dat is natuurreis. Daar wil je op schitteren. Maar dat ging niet helemaal lekker. Nee, ja, het was weer een NK, de 5e al op rij... En dat is best wel uniek eigenlijk in Nederland. Dat was pas het 14e NK wat er in de historie werd georganiseerd. En ja, na 40 kilometer viel er eentje voor me. Ik klap er overheen en ik wil opstaan en vervolgens klapt er eentje vol in mijn rug. Ja, en we gaan daar toch wel 40, 45 kilometer per uur. Dus dan lag ik weer tegen het ijs. Ja, dus schoot er ook nog een keer eentje over me heen.
ja, toen opstond, toen was ik wel even de weg kwijt van wat is er allemaal gebeurd. Ja, en dan lig je op zo'n achterstand en dan, ja, ik kwam eigenlijk gewoon niet terug. Dus ja, toen was de eindoefening. Ja, kortom een rotseizoen, of niet? Was er nog wel een lichtpuntje te vinden? Nou ja, het kan niet slechter, dat is het enige lichtpuntje. Maar voor de rest, ja, kijk, het is niet leuk om te zeggen van je bent lekker bezig geweest, maar... ja, de andere kant, ik heb niks gebroken nu op dit moment en ik ben fit en ik ben gezond. Dus ja, nog een paar weekjes rust en we kunnen weer de tegenaan voor het nieuwe seizoen. Ja, dan ga je gewoon weer beginnen met opstarten. Ja, skileren. Ja, skileren en weer lekker fietsen. Het moet wel een beetje warmer worden, want dit weer... je zou zeggen dat je blij bent met dit weer, maar dit is eigenlijk nog niet koud genoeg dan weer. Nee, ja, het is rond de 0 graden en een koude wind. Niet op. Ja, nee... Daar kan je niet op schaatsen, dus het is allemaal warm. Oké. Nou, we hopen dan dat jouw schaatscarrière gewoon doorgaat. En die van Jens ook. Ja. Hou ons op de hoogte, zou ik zeggen. Zou ik doen. En dan kom je gewoon vast weer terug. Is goed. Ralf Switzer dus, dank voor je komst. Ja. We gaan verder met het programma voor komend weekend. Want als het weer het toelaat, staan de volgende wedstrijden volgend weekend op het programma. In de topklasse Katwijk tegen Jodan Boys en Barendrecht Rijnsburgse Boys. Quick Boys gaat op bezoek bij koploper Terlede. Op eigen kooltuin neemt Rijn volgens het op tegen BVCB. En Valken 68 speelt in 2C tegen Gouda. De vrouwen van FC Rijnvogels spelen tegen VVI Vrouwen. Meer over deze wedstrijden vrijdagavond en zaterdagmiddag in onze radio-uitzendingen. Deze editie van RTV Sport zit erop, maar voor het laatste sportnieuws en een overzicht van alle voetbaltransfers kijkt u op www.rtvkatwijk.nl. Dank voor het kijken en een mooie week.